zou het haast vergeten als je in dit schitterende weer in Qatar het WK voetbal beleeft. Maar het is toch echt 5 december vandaag. En aangezien Oranje Team USA naar huis heeft geknikkerd, betekent dat dat die Nederlandse fans hier zitten met pakjesavond. Ja, en wij willen ze toch een beetje opvrolijken daar in dat containerkamp, een hart onder de riem steken. En dus gaan wij ze op 5 december verrassen. Ik ga natuurlijk niet alleen op pad. Ik neem een zeer belangrijke persoon mee. En ik heb het nu al vrij warm. Wat zou nou uw boodschap zijn aan die Nederlandse supporters? Want die zitten nu niet thuis bij de open haard in de sneeuw in Nederland pakjesavond te vieren. Nou, ik zou zeggen geniet van het lekkere weer hier in Doha. Want het is 27 graden, lekker zonnetje. Het is even wat anders dan een Nederlandse gezellige winter. Maar ook wel heel lekker om hier te zijn. U bent populairder dan Messi, Sinterklaas. Want het is vandaag 5 december, Sinterklaas. Bent u nou wel op tijd in Nederland om met pakjesavond te zijn? Ja, ik hoop het wel. We hebben een speciale vlucht geregeld. Via de emir, hè? Via de emir. En die is heel erg behulpzaam geweest. Ja. Zodat we vanavond toch voor de Nederlandse kinderen in Nederland kunnen zijn. Oh, gelukkig. Ja, dat is wel goed om te horen dan, zeg. U heeft het maar druk, Sinterklaas. Dit is Sinterklaas, hè? Sinterklaas. No, sir. We're just spinning here. Oh, ja. Ja, Sinterklaas, kijkt u uit, want er schijnen nogal wat elektriciteitsleidingen hier boven de gasmat te liggen. Vind je het hier gezellig, Doha Piet? Ik vind het heel leuk. Ja? We hebben Sinterklaas meegenomen. Ja, dat is toch een wonder op deze mooie 5 december in de hitte. Ja, want wij dachten, het is zo verdrietig dat al die Nederlandse fans niet thuis pakjesavond kunnen vieren. Dan doen we het gewoon hier. Ja, ik ben helemaal verbijsterd, joh. Ik val helemaal. En dat jij er ook nog bij bent. De kletspiet. Goedemiddag. Oh, goeiedag, Sinterklaas. Wat geweldig dat u er bent. Oh, wat heerlijk, zeg je nog. Pepernoten. Joh, wat een verrassing. Ja. Ja, nee, wacht even. We doen het. Sinterklaas, komt u maar even naar buiten, als u wilt. Wacht even. Nee. Zo makkelijk gaat het niet. Komt u maar even naar buiten. Sinterklaas, jullie gaan allemaal naar binnen en dan wordt er even gezongen, hè? Gezongen? Ja, kom nou, zeg. Ja, nee, Sinterklaas, dit moet natuurlijk wel even echt formeel gaan, hè? Gaat er ook maar gezellig bij. Tuurlijk. En als er op de deur wordt geklopt, dan gaat die open en dan wordt er heel hard gezongen, hè? Ja. Oké. Okay. Goed zo. Sinterklaas. Ja. Nou. Sinterklaas. Wat geweldig. Zie je, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons samen, laat je paardje. We springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Wat zou je deze Nederlandse fans hier willen zeggen? En alle andere geïnteresseerden? Nou, ik hoop op een goede uitkomst van de volgende wedstrijd. En dan rustig hier nog blijven zitten, een weekje of wat, voor de finale. En wat denkt u van Nederland-Argentinië, Sinterklaas? Het is wel een klassieker natuurlijk. Tegen Messi, hè? Ja, die is niet meer zo jong. Hij is niet zo oud als Sinterklaas uiteraard, maar ook niet zo heel jong meer. Dus ik verwacht dat de Nederlandse elftal een heel goede kans heeft. Zie de maan schijnt door de bomen, maar er staat u wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de roem krijgt, wie de gart. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de roem krijgt, wie de gart. Ja, die kan ook. Die is ook leuk, ja. Oh, wat pret zal zijn te spelen met die botte harlekijn. In het zullen we alles delen. Every 5 December, he comes to our country and he gives presents to the kids who are nice. To the children, Sinterklaas. But have you been nice for Sinterklaas to get presents? I think so, yeah. I think I'm gonna be on the nice list this year. My two boys have been really good. Oh, have you been good? Oh, yeah. Do you know this old man here? No. No, that one? Oh, that old man, no. No? No, the Pope. He's not the Pope. No. Dag Sinterklaasje, dag. No, please. This is Fan Village, this is Belgium Management, there is everything, so we have to take permission, that allows everybody to come. And we are going.
It's okay, we are Sinterklaas. Ze waren wel een beetje streng in die fan village, hè, Sinterklaas? Ja, dat ligt allemaal een beetje gevoelig natuurlijk, hè. Dat is wel te begrijpen hier in Qatar, want dat is, zijn ze natuurlijk niet aan Sinterklaas gewend. Nee. Maar hopelijk hebben we toch aan wat mensen kunnen zien dat we hier zijn voor alle mensen en voor alle kinderen. En dat past denk ik goed in het beeld van het wereldkampioenschap. Zo is het, Sinterklaas. Dank u wel. En een fijne reis. Nou, ik ga gewoon mee. Zullen we gaan? Dat lijkt me goed. Ga je mee, door, Piet? Ja, het is hier vlakbij. Nog één dag. Oké, dag. Dag, Sinterklaasje. Dag. Nee, dat is een beetje te veel gevraagd. Dag, Sinterklaasje.